Hey kijkers, welkom bij het programma Keukengeheim. Vandaag zal kok Shannon samen met de gast Cheyenne pasta voor ons klaarmaken. Wil jij weten hoe ze deze heerlijke pasta gaan klaarmaken? Blijf dus afgestemd op Keukengeheim. Kok Shannon zal haar geheim met ons delen. Hoi Cheyenne, welkom. Alles goed met jou? Het gaat en met jou? Met mij gaat het goed. Cheyenne, vertel ons een beetje over jezelf. Hoe oud je bent, wat je hobby's zijn, op welke school je zit en noem maar op. Ik ben Cheyenne Groeizaan. Ik ben 14 jaar jong. Mijn hobby's zijn bakken en zwemmen. En ik bezoek de WS Rietveld Mulo School. Leuk. Je zegt bakken. Wat bak je vooral? Ik bak het liefst lemon cake, ananas upside down, cinnamon rolls. Ja, zo'n beetje. Heb je misschien al een klein bedrijf of iets waarmee je bezig bent, waar je cakesoorten verkoopt? Eigenlijk begin ik pas 4 september. Mm. Maar ik heb wel een bedrijf al. Het heet Jennis Delights. En dat staat morgen. Oké, dat gaat morgen bekend worden. En dan mogen mensen dus die cakesoorten bij je bestellen. Yes. Dus morgen begint het officieel. Yes. Cheyenne, je hebt al een bedrijf. Maar van waar kwam je met het idee om een bedrijf te starten waar je gebakjes zou verkopen? Oké. Eigenlijk, Pastry Chef is begonnen bij Waylon Maafo. Zij bakte. En ik heb er niet mee gemaakt toen ze bakte. Maar mijn tante heeft dus pastry van haar overgenomen. En zo toen ik jonger was, dus je kan zeggen, zo laten we zeggen 6-7 jaar. Gaf mijn tante, toen ik 6-7 jaar was, gaf mijn tante cursussen. En zo heb ik ze gevolgd. En toen was ik met haar in de keuken. En van kleins af al stond ik op een stoel. En ik bakte. En zo dacht ik van nee, dit is iets dat ik wil doen. Dus zo ben ik begonnen met pastry. En zo ben ik begonnen met de gedachte dat ik wil bakken. Want eerst, ik wist niet van waar ik kwam. Maar ik wilde eerst dierenarts worden. En ik wist niet van waar ik daarmee kwam. Maar daarna zei ik van nee, ik wil pastry chef worden en dat staat vast. Dus zo hebben vele mensen me gevraagd van Cheyenne, wanneer ga je beginnen met bakken? Wanneer ga je dingen verkopen? Dus in eerste instantie dacht ik van nee, dat doe ik nooit. Maar daarna vroegen steeds meer mensen me van Cheyenne, wanneer ga je beginnen met bakken? Wanneer ga je bakken? Wanneer ga je bakken? En zo dacht ik van 4 september 2021 ga ik een bedrijf starten. En zo is mijn tante gekomen met de naam Jennis Delights. Yes. Leuke naam, leuk verhaal. Een vraag. Ga je alleen maar cakesoorten bakken of ook andere hapjes, gebakjes? Oké. Voorlopig bak ik alleen maar dus cakes. Dus ananas, lemon, cupcakes, cinnamon rolls. Maar dus ik ga eerst dus thuis experimenteren. Mm. En wanneer het dan goed gaat, dan zal ik dat verkopen. Oh, dus je gaat steeds komen met nieuwe uitvindingen. Yes. En die verkopen. En dat zijn voor nu zijn dat die vaste dingen dat je bakt? Yes. Oké. 4 september staat Jennis Delight bekend. Waar kunnen de mensen je dan bereiken? Het is op Instagram is het Jennis Delight _. Op Facebook is het gewoon Jennis Delight. Mijn e-mailadres is jennisdelights14@gmail.com. En mijn nummer is 811-3055. Oké, die mensen weten nu wel waar ze je kunnen vinden. Yes. Naast bakken, hou je ook van koken? Niet dat ik het graag doe, maar het is niet dat ik er ook niet van hou. Dus het is Ja, dus ik zou eerder bakken dan koken. Oké, maar je zegt dat je niet ervan houdt, maar je doet het ook. Ja. Wat kook je vooral? Wat weet je vooral te koken? Ik kook van alle soorten moxalisi, waaronder bruine bonen moxalisi, gele pezen moxalisi, pampoen moxalisi, masoes moxalisi, anitriberi. Bami, nasi, lasagne, spaghetti, zo'n beetje. Maar voor die niet van koken houdt, kook je wel heel veel. Maar hoe heb je deze dingen eigenlijk aangeleerd? Het is eigenlijk sinds ik ben geboren, als mijn moeder me zette voor die tv, stond ik op van die bank en ik ging gewoon in die keuken. Mijn tante zette me, laat me zitten op die keukenbank of ze me staan in de wasbak. Maar ik was gewoon sinds kleins af was ik altijd al in de keuken. Zo ben ik opgegroeid in de keuken. Mijn moeder kookte, mijn oma kookte. En zo ben ik begonnen met koken. Dus je bent echt geboren om te koken. Het is een kunst. Oké, ik ben heel blij dat te horen. Eet jij ook pasta? Ja, ik eet heel graag pasta. Zo is het ook een van mijn favoriete gerechten. Oké, dus vandaag ga je het zelf
leren klaar te maken, zodat je het ook thuis kan maken. Wow. Ben je klaar? Yes, daar kijk ik echt naar uit. Oké. Welkom kok Shannon, hoe gaat het met u? Ik doe mijn best, en met jou? Met mij gaat het uitstekend goed. Hoe lang bent u al kok? Om en bij 6 jaar, maar vanaf jongs af had ik al het hart voor een kok. Oké. Waarin bent u allemaal gespecialiseerd? Dat is een goede vraag. Ik doe eigenlijk een beetje van alles. Als het nou gaat om desserts, of de warme keuken, pasta's, Chinees, noem maar op. Maar waarvoor staat u eigenlijk bekend? Is het voor pasta of ja? Nou, vele mensen kennen mij dat ik heel graag, ik hou ervan om te experimenteren, om nieuwe dingen uit te proberen. Van huis uit doe ik graag desserts. En thuis bij mij ben ik erom bekend dat ik heel vaak soepen maak. Oh, ja. Oké. En vandaag gaat dus pasta voor ons klaar. Helemaal correct. Is dat iets nieuws, sorry? Of ja, staat u ook bekend om die pasta? Nee. De pasta die ik heb gekozen voor vandaag is pomodoro pasta. Is een pasta met een tomatensaus. En de reden waarom ik daarvoor heb gekozen is omdat het een heel simpel gerecht is waar je heel veel mee kant op kan gaan. Je kan echt met het gerecht spelen. Oké, ik hoor voor het eerst pas zo'n pasta, dus ik kijk er echt naar uit om het te proeven. U heeft een eigen bedrijf. Hoe heet uw bedrijf? Het bedrijf heet Triada. Het is, Triade is eigenlijk Grieks. Het betekent een drie-eenheid. Omdat ik het samen met mijn moeder, mijn zus en mijzelf heb opgericht. Oh, heel leuk. Een hele mooie naam. Waar kan men die bereiken? Nou, we hebben een Facebookpage. Dus op Facebook kan je dan gewoon Triade opzoeken. Of zo nu kan je het ook telefonisch of via WhatsApp. Op de twee nummers. 871-6364 is mijn nummer. Of 876-390 is het nummer van Melanie van Ommeren. Mensen, op deze nummers kunnen jullie haar bereiken. Kok Shannon, vandaag zult u samen met Cheyenne deze heerlijke pasta voor ons klaarmaken. Zij en ook de kijkers zijn benieuwd hoe deze pasta klaargemaakt moet worden. Vandaag gaan we pomodoro pasta maken. Pomodoro is tomatensaus. Dus ik ga je leren om dan je eigen tomatensaus te maken. We hebben dan nodig gepelde tomaten, wortelen, uienknoflook, paprika, tomatenpasta. Dat is wat we op dit moment nodig hebben om de saus zelf te maken. Je kan verschillende smaken erbij toevoegen. Ook als je bijvoorbeeld rozemarijn of thym, basilicum. Je kiest er zelf voor. Maar dit is allemaal bij je basis dat je nodig hebt om een goede, smaakvolle tomatensaus te krijgen. Nou, dan kunnen we beginnen om dan 1 paprika dan te snijden. Als je wil, mag je dat snijden. Ik heb hier alvast wortelen, uien en knoflook dat al gesneden is. De reden waarom je altijd wortelen zet, moet je mes wel niet zo houden liever. Als je mes houdt, zet je 2 vingers hier en je wikkelt je 3 andere vingers erom. Ja, zodat het altijd stevig is en je je hand niet snijdt. Wanneer je dan je dingen houdt, hou je het zo. Zodat je altijd tegen de rand van je vingers kan snijden. Zo voorkom dat je je vingers gaat snijden. Snap je? En dan ga je aan je paprika beginnen te snijden. Yes? Alsjeblieft. Dank je. Oké, dan haal je dan je zaadjes eruit. Ik ga dan alvast het pot op vuur zetten, zodat hij alvast warm wordt. Ja,
We gaan dan gewoon in grove blokjes kan je hem snijden. Dan gaan we gewoon grof snijden. Dan gewoon één keer door de helft. Vingers. Zo houden. Zo. Ja, dan niet. Dan kan je dit nog even snijden en die. Gewoon door de helft. Je vinger niet erop zetten. En dan zijn juist. Nou, nu gaan we dan de groentesoorten snijden. Dat wanneer we die pasta dan officieel klaar gaan maken, dat je dan groenten er doorheen hebt. Dan mag je dit, dat is paprika, kan je dan in reepjes snijden. Wat we ook wel julienne noemen in de keuken. Ja? Yes. En dan hiervoor heb ik dan ook spinazie, wortelen, ik heb kip hiervoor en ui. En dan gaan we alles in reepjes snijden. Voorzichtig met je vingers. Ja. En dat is hem. Dus dan hebben we dan nu alle groentevoorbereidingen. En dan hebben we ook parmezaanse kaas voor op het laatst. En dat is hem. Het is heel simpel. Als je nou meer groenten erbij wil zetten, mag je altijd meer groenten erbij zetten. Je kiest zelf welke groenten je nou door wil. Je kan ook taaierblad er doorheen doen. Als je nou ook boulangerie er doorheen wil doen. Als je olijven, kappertjes. Het is echt, het ligt gewoon geheel aan jou welke groenten er doorheen wilt hebben. Zoals je vlees kan je ook zelf kiezen. Je kan garnalen zetten, je kan rund zetten, noem maar op. Maar het is ook een gerecht dat je ook veganistisch of vegetarisch klaar kan maken. Dus het is niet moeilijk. Iedereen komt aan zijn trekken met dit gerecht. En nu gaan we die pan hier laten worden en dan heb ik hier de kruiden dat we gaan gebruiken. Voor je tomatensaus heb je dan nodig 4 teentjes knoflook, 1 hele ui, 3 wortelen en 1 hele paprika. Je gepelde tomaten in blik en een eetlepel of anderhalve eetlepel tomatenpasta.
Yes? Yes. Olie erin. En dan begin je met je uien en knoflook. Laat het even goed bakken. De paprika. En je wortelen. En dan ga je alles mooi even goed bakken. Reden waarom, kijk, op dit moment maakt het niet echt veel uit hoe je het hebt gesneden. Omdat op een gegeven moment, wanneer alles af is, die saus, gaan we dan door een blender of door met een staafmixer blenderen. Zodat je dan een mooie gladde saus krijgt. Dus je snijdt gewoon chunks, je bakt ze mooi, lichtjes. Wil je roeren? Kom maar eens. Hier. Wat ik ook leuk vind om te doen is als je dingen aan het bakken bent, dat je altijd ook een beetje zout, zodat die smaken dan ook daarvan loskomen. Want je zout gaat het vocht uit je producten trekken. Terwijl alles mooi bak, de tomatenpuree. Draai. En dan nu je tomaten. En dan wat water. Om een beetje 150 ml kan je zetten hoor. En als je doet, je gepelde tomaten kan je dan even gewoon met je lepel breken erin. En dan gaan we hem op spaar zetten. Terwijl jij dat aan het roeren bent, ga ik dan even een pot met water op vuur zetten. Zodat we dan onze pasta kunnen uitkoken. Gewoon alles gewoon breken. En als je het genoeg vindt, laat je hem dan gewoon even rustig. En dan zetten we een deksel op je water, zodat hij dan sneller gaat koken. Dat kan je dan zo laten. En dan gaat je deksel ook hier op. En dit laat je dan allemaal bij een half uurtje koken. De smaken moeten allemaal loskomen. Dus dan laat je hem dan reduceren tot dan bij de helft ervan. Zodat alles dan ook zacht wordt, zodat we hem kunnen pureren. Yes? Oké. Okay. Dus dan gewoon even nu even wachten tot je water kookt om dan je pasta uit te koken.
Dit is dan je spaghetti pasta. Vaak genoeg zegt men van ik lust pasta. En dan denkt men vaak genoeg aan die pasta met witte saus. Maar allemaal hebben een naam. En het ligt ook aan je gerecht. Wij gaan pomodoro pasta maken. Dus pasta met tomatensaus. En welke pasta gaan we gebruiken? We gaan spaghetti pasta gebruiken. Zo heb je dan ook verschillende namen. Bijvoorbeeld die ene die ze elleboog noemen, wordt macaroni genoemd. Die ene die op een vlinder lijkt, wordt farfalle genoemd. Ze hebben allemaal namen. Dus vandaag gaan wij dan spaghetti pasta gebruiken. Yes? Yes. Als het water dan kookt, dan gaan we het erin zetten met een beetje olie en een beetje zout. Je olie zet je, zodat je dan niet gaat plakken aan elkaar. Yes? Alsjeblieft. En dan even wachten dat je water komt. Maakt niet uit welke pasta je aan het koken bent. Het moment dat je het in heet water zet, moet je hem dan gelijk beginnen te roeren of draaien. Zodat hij dan niet gaat plakken aan elkaar of klitten. Dat hij helemaal in het water is. Het hangt af welke pasta je koopt en of het merk. En dan lees je op de verpakking hoe lang het om en bij kan duren voordat hij helemaal gaar is of beetgaar. Dit wat ik heb genomen duurt om en bij 10 minuten. Yes. En dan laat je hem dan even koken. En dan gewoon elke 2-3 minuten even roeren, zodat hij ook niet gaat plakken aan de bodem of gaat klitten aan elkaar. Yes? Ik heb even een vraag. Moet je dus speciaal olie en zout gebruiken of kan je ook alleen olie gebruiken of alleen zout? Olie is wel belangrijk. Zout hoeft niet per se, maar zout zet je gewoon zodat je pasta ook lichtjes een smaakje krijgt. Ja, olie zet je zodat hij ook niet gaat klitten aan elkaar. Denk dat je dit thuis gaat maken? Ja, ja. Dit, mijn moeder, als ik mijn moeder ga zeggen dat ik pasta heb gemaakt, gaat ze sowieso naar bekijken en we zeggen van, dat waar is van mij. Precies, dat gaat ze zeggen. Nou, misschien als er genoeg over is, dan kan je ook een beetje voor haar meenemen. Nee. Nee? Nee. Maar wat kook je dan thuis? Meestal kook ik op de zondag, kook ik lasagne of moxalisi. Oh, je kan lasagne maken? Ja. Of soms maak ik gewoon bami of nasi. Mm-hmm. Gewoon iets snels. Maar dit heb ik nog nooit eerder gemaakt. Maar kijk, die lasagne bladen zijn ook pasta soorten. Dat zijn ook die lasagne bladen. Dan heb je ook daar ook een andere soort pasta. Ja. Oké. En dan wanneer het klaar is, dan gaan we hem gewoon door een vergiet gooien. Even die tomatensaus checken tegelijkertijd.
Dit is daarna af. En dan gaan we het dan nu even fijn maken. Je mag een blender gebruiken, maar voor vandaag gebruik ik dan een staafmixer. Okay. Hou je dit nou even voor me vast? Of staan die staan aan de rechterkant van me? Juist. Wat je ook kan doen, je kan ook bijvoorbeeld al je zout, kruiden al hierin hebben gezet. En dan heb je dan je standaard tomatensaus. Ik heb ervoor gekozen om dat nog niet te doen, want je weet maar nooit dat je tomatensaus voor iets anders wil gebruiken. En dat je daar misschien een andere smaak in zou willen zetten. Dus wanneer we dan die pasta gaan maken, gaan we daar in onze smaken zetten. Naar beneden naar boven gaan. Ja, dan druk je houdt dit knopje hierin. Oh, ja. Mag je dit proeven? Dit is dan gewoon je neutrale tomatensaus. Juist het geheim van tomatensaus zijn je wortelen. Kom, ik zeg. Omdat wortelen hebben van nature al natuurlijke suikers. En tomaten zelf hebben zuren in. Dus je gebruikt dan je wortelen om dan je tomatensaus te neutraliseren, om dan een lichte zoete smaak erin te krijgen. Vandaar dat je altijd, maakt niet uit wat je gaat maken, als je iets met tomatensaus gaat klaarmaken, zet altijd wortel erin. Ze gaan altijd hand in hand. Maar als je dus geen wortel hebt, kan je suiker, gewoon suiker gebruiken? Je kan, maar het is liever niet aangeraden. Ja. Prima. Even hier vegen. Dus dan heb je hier dan je tomatensaus. Wil je proeven? En dan merk je dat hij dan, hij is niet te zuur, hè? Precies. Oké, okay, dus dan gaan we nu dan officieel die pasta maken. Dan hebben we een kip. Ik heb één boot heb ik gefileerd. Dan hebben we hier één wortel. Die paprika die jij hebt gesneden. Hier heb ik dan ui en knoflook. En dan die gesneden spinazie. En onze spaghetti pasta. Dan gaan we beginnen om het vuur aan te maken. En dan gaan we hem dan even heet laten worden. De kruiden die ik ga gebruiken. Kom snel even aan mijn rechterhand toe doen. Weet je, dan kan je alles meemaken. Dan heb ik hier zwarte peper, ik heb oregano, ik heb een beetje paprika poeder, Italiaanse kruiden. En voor mij zelf, kijk, ik hou van een beetje kick. Dus heb ik dan chili flakes. Crushed red pepper flakes. Ja, dat is goed. Ja. En dan gaan we dan deze smaken dan verwerken in die pasta. Yes. Ja? Alsjeblieft. Zet je een beetje. En je kan schenken. Een beetje. Juist. En hier zo. Dan nog
vlak. Kijk, daar. Je hoeft het niet uit elkaar te halen, het gaat zelf uit elkaar. Yes. Oké, okay. Even naar links. Dan zetten we dan die paprika. Let me eat that, let me eat that. Yes. A little bit of my oil. Yeah. Good. En dan gaan we dan, zoals ik al zei, altijd een beetje zout zetten, zodat dan die smaken dan een beetje loskomen. Een beetje veel. Dan komt het weer. Dan de peper. Dit kruiden zet je gewoon op gevoel. Als je vindt dat het, je begint altijd met een theelepel, een eetlepel, een theelepel tot twee theelepels van je kruiden. Zout. Dit ga ik wel op het laatst zetten, want dit gaat dan de ruimte een beetje gelijk branden. Ja, mooi draaien. Tot je kip helemaal gaar is. Dan kijk, dit ga ik krabben naar deze kant. Kip is bijna gaar. Dan kan je dan in dit geval alvast je tomatensaus zetten. Kan je roeren? Kan je roeren? Omdat het een beetje dik is, zet er een beetje water erbij. Alles van die randen mooi krabben. Dan neem je een lepel. Ik zet hem gewoon even hier. Ja, neem je een lepel. En dan proef je jezelf. Ja? Vind je hem lekker? Zeker? Niet van mijn jokker. Aangezien die zout dan bijna af is. Taaierblad en spinazie koken heel snel. Dus dat kan je echt op het laatst zetten. Dus dan zetten we dat nu erin.
klein beetje meer water. Kijk, alsjeblieft. En dan gaan we dan ook die spaghetti dan er doorheen doen. Een beetje naar rechts van me, alsjeblieft. En... alsjeblieft. En dit kan je eruit maken. Kom. Wanneer je dit doet, is vanuit de bodem. Dan draai je hem omhoog. En dit is dan je pasta. Kijk, bij sommige mensen gaat het meer om de saus, andere om de groenten. Dus je speelt er gewoon mee. Als je meer saus wil zetten, als je meer groenten wil zetten, je speelt er echt gewoon mee. En dan gaan we nu opdienen. Oké. En ik heb hier Parmezaanse kaas. En dat strooi je dan mooi erover. En dan heb je dan hier de pomodoro pasta. En dan wil ik dat zeggen, smakelijk eten. Dank u wel. Dankjewel. Het is lekker, ik denk dat je echt je best hebt gedaan. Wat vind jij ervan? Ik vind het heel erg lekker. En ik vond het echt leerrijk en leuk dat ik zelf mijn pasta heb gemaakt. Vond je het moeilijk om zoiets dit gerecht klaar te maken? Nee. Dus je gaat het zeker thuis proberen? Ja. Oké. Het proeft echt heerlijk. Zo ja, kijk er naar uit. Dat je weer zodat je zelf zo'n gerecht klaar maakt. Yes. Hey kijkers, dat was het voor het programma Keukengeheim. Ik bedank kok Shannon en Cheyenne voor hun bijdrage en voor deze overheerlijke pomodoro pasta. Deze aflevering blijft op de Facebookpage van DTV Express en op het YouTube kanaal. Dus wil jij teruggaan om te kijken hoe je deze overheerlijke pasta moet klaarmaken? Dat kan. DTV Express, waar televisie kijken anders is. Watch it.